De oude zaal van de Tweede Kamer, beter bekend als de vergaderzaal met de krappe groene bankjes, is de plek waar 2 eeuwen lang parlementaire geschiedenis werd geschreven. Totdat in 1992 de nieuwe plenaire zaal van de Tweede Kamer in gebruik werd genomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er geen debatten in de oude zaal. De laatste vergadering was op 10 mei 1940. In de oorlog is de oude zaal amper gebruikt. In een van de groene bankjes spreek ik met Manon van der Vondenvoort. Manon, waar bevinden we ons nu? We zijn in de oude zaal van de Tweede Kamer. En deze zaal is ooit gemaakt als balzaal voor stadhouder Willem V. En is eigenlijk bekend geworden als vergaderzaal van de Tweede Kamer. Ja. Hij heet nu de Oude Zaal, maar tot 1992 was het gewoon de zaal, de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Met de bekende groene bankjes waarin vergaderd werd. Waarom waren ze zo beroemd? Eigenlijk omdat ze zo onpraktisch waren. Ze zaten niet zo heel lekker. En na 1956 zijn er 3 mensen in de bankjes gekomen in plaats van de oorspronkelijke 2 mensen. Waarom? De grondwet werd veranderd. We gingen van 100 naar 150 Kamerleden. En toen hebben ze gedacht, in plaats van 2 mensen, 3 mensen in de bankjes. Dat werd wat krap, hè? Dat werd wat krap. Degene in het midden had inderdaad de minst fijne positie. Ja. Laten we even teruggaan naar 10 mei 1940. De eerste dag van de oorlog in Nederland. Wat gebeurde er hier toen? De Tweede Kamer kwam bijeen. Eigenlijk in enige angst. De situatie te bespreken. Wat was de situatie toen? Duitsland had Nederland binnengevallen. Het was 1 uur 's middags. En de Tweede Kamer kwam bijeen om te bedenken, wat moeten we nu? En de voorzitter sprak uiteindelijk een reden uit. En na de 38 leden die aanwezig waren. En de Kamer ging uiteindelijk na die reden tot onbepaalde tijd uiteen. En waarom waren dan niet al die Kamerleden er? Dus minder dan de helft. Niet alle leden konden aanwezig zijn. Heel veel leden wonen natuurlijk niet in Den Haag. En om hier te komen in die tijd, dat ging niet zo snel. Maar ook een aantal leden hadden natuurlijk de angst dat ze misschien wel opgepakt zouden kunnen worden. Ja. Want dat was dan de laatste vergadering in de oorlog? Ja, het is de laatste vergadering geweest voor de komende 5 jaar daarna. En niemand wist dat dat voor 5 jaar zou zijn natuurlijk. Nee, niemand weet natuurlijk wat daarna komt. En kun je iets vertellen over de sfeer tijdens die vergadering? Er is niet echt iets opgeschreven over de sfeer, maar je kan je indenken dat mensen heel angstig waren, dat Kamerleden eigenlijk niet wisten wat er nou aan de hand was. Er zijn scenario's opgeschreven hierover, maar een echte sfeer is niet echt te omschrijven. En toen de bevrijding, wanneer werd er weer vergaderd? In 1945 zijn ze bij elkaar gekomen weer. Dus in juni 1945 was er een eerste vergadering van de mensen die erbij konden zijn. De Kamerleden die erbij konden zijn. En pas in september 1945 is er weer een eerste echte vergadering geweest. Waren al die Kamerleden er nog? Nee, niet elk Kamerlid was er. Een deel van de Kamerleden is in de Tweede Wereldoorlog overleden. Is ook in de kampen omgekomen. En een deel van de Kamerleden is toen bestempeld ook als fout. Dus ja. Die mochten niet meer komen? Nee. Er is in augustus 1945 is er 3 weken lang een onderzoek geweest naar elk Kamerlid. Om te kijken of, zoals ze dat toen zeiden, goed of fout. Hoe goed of fout een Kamerlid was. En uiteindelijk zijn daar, het merendeel van de Kamerleden is door die zogenaamde zuivering gekomen. En uiteindelijk hebben ze dat aangevuld met een commissie die ervoor heeft gezorgd dat we weer op 100 Kamerleden zaten. Opvallend natuurlijk ook in deze zaal zijn die prachtige tribunes. Ja, tijdens de vergadering waren die heel fijn. De pers kon er boven plaatsnemen en het publiek ook. Dan was het wel lekker krap op elkaar. Maar het was wel een goede manier om bij de vergadering aanwezig te zijn. En ten tijde van de balzaal, waar werd het toen voor gebruikt? Ja, voor het orkest.